Ja, beste mensen, we staan hier op kasteel Middachten. 17e eeuws kasteel, Graaf Ottenburg. We hebben toestemming om vandaag hier te filmen, dat is heel bijzonder. Je moet zich voorstellen, 25 generaties wonen op dit kasteel. Eén van de mooiste kastelen van de buurt, vind ik. Dan moet ik voorzichtig zijn, want er zijn natuurlijk heel veel mooie kastelen in Gelderland. Maar ik vind het een van de mooiste omdat hij zo authentiek is. Maar daar komen we niet voor, we komen natuurlijk voor 4 verschillende auto's. Ghibli 4,7 Spider. Zal ik hem maar wat dicht doen? Ghibli, geel. 4,7. Coupé, Ghibli. 4,9 SS. Coupé, Ghibli. 4,9 SS. Spider. Ik vind een Ghibli Spider een van de mooiste Italiaanse sportwagens die ooit gemaakt hebben. De kenner heeft het natuurlijk allang gezien. Het zijn dus allemaal Maseratis. Stuk voor stuk net een beetje anders. Maar stuk voor stuk, toen en nu nog steeds, concurrenten voor Ferraris. Er zijn in totaal maar 25 4,9 SS Spiders gemaakt. Er zijn er 125 4,7 Spiders gemaakt. En er zijn er 1100 totaal gemaakt. En ik heb er 4. Uniek, moet ik toch laten zien. Hier gaan we mee rijden. Ja, weet je wat? Deze auto geeft wel een gevoel van rijkdom. Ja, dat kan ik niet uitleggen waarom. Deze auto is... Hij is zo mooi. En het geluid... Weet je wanneer die lekker klinkt? Op de snelweg, met een te hoge snelheid. Ja, het geluid wordt natuurlijk gemaakt door de goede uitlaat. En die motor, kijk, let op. Ah, ah. Met deze muziek. Ik ben verliefd op deze auto. Ja, voor mij is een auto, het geluid is heel belangrijk. Dus een elektrische auto, sorry, Tesla. Voor mij gaat het nog niet worden. Misschien ben ik ook de ouderwets, zou best kunnen. Hier gaan we eerst een hapje eten, want we hebben genoeg gewerkt vandaag. Ja. We gaan eens een hapje eten hoor, ik ben er wel klaar mee met al te werken. Ga je weer niet? Ja. Tjade. Ja, het is weer een ontwerp van Giugiaro. U ziet het. De Ghibli. Ik denk dat het de mooiste Maserati is. Straatversie, die er bestaat. Moet je nagaan. Het is 1,16 meter hoog. 5,5 meter lang. We moeten toch maar snel vaststellen dat dit toch wel een onbeschoft mooi ding is. Kijk nou toch, de verhoudingen zijn nog zo goed. Die lange neus. Weet je dat dit de langste tweepersoons cabriolet is die er bestaat? En dan toch die tweezits. En dan dit bijzondere stukje vind ik, kijk. Dat doen ze nou. Natuurlijk kan ik dat ding weer niet open krijgen als mop. Dat vind ik ook mooi van deze auto. Gewoon die kap verwerkt. Ik heb zo'n hekel aan die kap die er bovenop liggen. Beetje Mercedes-achtig, zeg maar. Kijk, gewoon de kap. En dan die prachtige geleide kont. Kijk dat toch eens. Je hebt ze ook met spaakwielen, maar dat vind ik toch niet zo mooi. Kijk, daar staat hij met spaakwielen. Maar die auto is veel te ruig voor spaakwielen. Hij is veel te ondeugend voor spaakwielen. Ja, deze kleur die is origineel, wist u dat? Dat groen, ja ja. Ongelooflijke mooie jaren 70 kleur. Je zag al meer auto's in dat groen. Vooral de Amerikanen die hadden het uitgevonden, hè? Gekke kleuren. Maar deze Ghibli is in dat groen gebleven. Pino Verde, prachtige kleur. Ik vind hem schitterend. precies goed. Dus als je een overschakelt in een hoge toerental, dan komt hij weer terug in het hoge toerental. Kijk, en dat heeft alleen de Ghibli. De tegenhanger, de Ferrari 365 GTB 4 Daytona, waanzinnig mooie auto. Ook een waanzinnig geluid. Hier is de overhand, het geluid komt uit de uitlaat. En bij Daytona hoor je de prikkel van de motor. Wat zeg ik nou allemaal? U begrijpt er waarschijnlijk geen snas van. Ik had het alleen maar laten horen. Zo, daar zijn we weer. Ja, hij wou toch nog even terug naar het honk, naar het mooie kasteel. En aangezien de auto's er nog staan, kunnen ze gelijk tijdens vervoerd worden. Het is hier ook mooi.